waarom ben ik verplicht om te stemmen? Waarom? Het is toch een vrije land? Ik ben een Gentenaar. Een Gentenaar. Gentenaar. Hoe zeg je? Gentenaar. Gentenaar. Brussel is gewoon mijn stad. Het is een liefde die ik heb hier. Ja, ik hoor heel graag dat ze hier een boerendorp, dat ze zeggen. Hè, ja. Ik ben een trotse Vlaming. Antwerpen is mijn stad. Ik zie hun bordjes en zo allemaal wel hangen en zo. N-VA, SPA, CD&V. Maar of ik dat echt zo... Ik weet niet meer. Of wat die willen bereiken zelfs, weet ik niet zo goed. Sommige jongeren, ja, snap je, die weten nog niet zoveel af van politiek. Het is gewoon te ingewikkeld. Waardoor ik geen zin heb om het te gaan studeren hoe het in elkaar zit. En om dan nog een keer mijn mening daarover uit te... dat je nog een keer een mening en een kant te moeten kiezen. Ik vind dat ze geen rekening met ons houden. Allee, ja, ik vind dat toch, ja. Wat verdienen die daarbij, denk je? Veel, hè. Hallo. Veel, hè. Die verdienen goed, hè. Zeker, maar die kunnen een dikke Mercedes rondrijden. Weet ik veel wat, maar die hebben het goed. Dat is ook niet gemakkelijk wat die mannen allemaal doen, maar... Dan nog, hè. Er zijn mensen die harder werken, die verdienen niet zoveel. Snap je? Hoe lang moet jij werken voor ongeveer 15.000 euro? Toch even een tijdje, hè? Om dat mooi bij elkaar te sparen. Ja, ja, zeker. Krijg je dat misschien op een maand, misschien verdienen die zelfs meer. Je hebt nog steeds heel veel wetten die gebaseerd zijn op seksisme, waar de vrouw heel weinig mag doen. Want het is niet omdat we ooit een keer wat wetten hebben geschreven dat we daar voor altijd aan moeten bezighouden. Want die ooit was een andere tijd. We gaan alleen vooruit, we gaan niet achteruit. Ik kan alleen maar hopen dat ze hun ogen open houden en dat ze openstaan voor meer dan wat in hun hokje past. Want er is niks dat soms zo nauw is als het hokje van... Clap. Drum. Money. Cash. Ik weet nog niet precies waarvoor ik ga stemmen. Ik denk ongeveer de N-VA-kant, weet je. Op dit moment niet echt, maar ik weet gewoon dat het niet Bart de Wever is. Links, zo links mogelijk. Ik heb een hele andere visie erop. Toch moet je gaan, hè? Nee. Moet je niet gaan? Je moet gaan, maar wie zegt dat ik ga? Wat was links weer? Weet jij dat nog? Oké, bijvoorbeeld Vlaams Belang is... rechts of links? Links. Extreem rechts. Ze blijft links in mijn oren zeggen. Extreem rechts. Dus wij zijn sowieso... helemaal links. Rechts. Als dat extreem rechts is, dan zijn wij net niet naar het einde van links. Sowieso rechts. Maar ik denk niet extreem rechts, omdat ik nog wel een redelijk open visie heb tegenover homo's. En als je echt extreem rechts bent, dan gaat je daar iets anders over zijn. Eerder centrum dan, of ja... Ja, of links meer, ja. Hm. En waarom links? Ja, waarom links? Rechts zijn de roe, zeker, hè. Nee, links. Van de oudere generatie zijn ook altijd, ik stem gewoon op groen. Ja, gewoon op groen stemmen, hè. Ik denk dat die wel goed willen doen voor het milieu. Dus. Stemmen, dat doen we voor je eigen en niet voor je ouders of voor andere mensen. Hè. Dat is je eigen mening, hè. Ik ga nooit rechts. Allee, het zou... Kijk, bij Open VLD zijn er dan weer dingen die ik goed vind. Zoals zo kapitaal... Allee, want ja, ik studeer in economie en... Zo kapitalisme en zo, ik ben daar wel voor. Maar dan die andere zaken, alleen maar allochtonen en zo, die problematiek vind ik dan ze dat weer niet goed doen.
Dus ik zou graag op hun willen stemmen, maar dan, zij zijn absoluut tegen hoofddoeken. Dus dat kan, allez, het zou echt zijn als ik voor hun zou stemmen en daarna zeggen ze tegen mij dat, dat ik mijn hoofddoek moet uitdoen. Dus ja, ik vind het spijtig. Voor mij bestaat de ideale partij eigenlijk niet. Ik stem niet graag op iemand dat ik niet eens ken. Ja, maar snap je, dan ga je stem blanco. Nee, maar als je niet gaat stemmen, dan heb je gewoon geen stem, hè. We zijn niet wat naar nee, ook als je niet gaat opdagen, als je blanco gaat stemmen, zo. Gewoon liefst blanco, dat het zo weinig mogelijk invloed heeft en die stemmen gewoon verloren gaan. Ik heb daar niet echt iets op te zeggen op politiek. Waarom ben ik verplicht om te stemmen? Kan iemand mij dat expliciet uitleggen waarom ik verplicht ben? Een mens kan niet, dus een menselijk verstand kan mij niet zeggen wat ik moet doen of wat ik niet mag doen. Ik ben er niet mee eens. Dan kan ik ook zeggen van, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen. Want dit is mijn verstand. Ik ben ook een mens. Ik heb ook hier mensenrechten en zo. En dat is ook een mens. Die heeft ook gewoon een menselijk verstand. Die is niet bekwaam om mee te zeggen wat ik allemaal mag doen en niet mag doen. Dat is tegen mijn... Hoe ga ik dat verwoorden? Dat is tegen mijn geloof, zal ik zeggen. Zo. Dus eigenlijk moeten de mensen toch wel goed nadenken voordat die gaan stemmen. Je hebt altijd gekke mensen. Niemand had verwacht dat Hitler dat zou doen. Die dacht, die gaat opkomen voor de arbeiders en zo. We willen geen communisme, dus we gaan stemmen aan hem. Rechterpartij, dit, dat. Dan ziet jij wat er gebeurt. Ik wil eens zien hoe dat het anders kan. Want ik weet dat het anders kan en minder onmenselijk en minder, minder met vuile praat en minder gewoon meer actie en minder ja, vuile woorden. En daar kijk ik wel naar uit. Hoop ik ook dat ze beseffen van alleen woorden is niet genoeg. We gaan daden moeten zien. We gaan echt moeten zien dat je het meent en zien dat je fucking je best doet om ons te beschermen. En niet alleen ons, alle minderheden. Alle communities die struggelen en het moeilijk hebben. En je kunt nu zitten kijken en het gevoel hebben van oh ja, in België valt allemaal wel nog mee. Niet zeggen voordat je het zelf geleefd hebt. Als je het zelf geleefd hebt en als je zelf, dan mocht je mond open doen. Je weet niet hoe het is om systematisch en altijd als minder dan gezien te worden. Punt aan de lijn. Het eerste dat ik zou doen, indien ik burgemeester, laten we zeggen, van Brussel zou worden, is kort en bondig een woonkamer, een grote woonkamer openen die 24 uur op 7 dagen open staat voor jongeren, voor burgers, om gewoon te komen, te zitten en gewoon in gesprek te gaan met de beleidsmakers. Want je merkt eenmaal we de deur openen voor die mensen, dat ze werkelijk komen om hun verhaal te delen. De informatie die we krijgen over politiek is te wazig en niet gepast, zou ik zeggen, aan jongeren. Het is vooral bedoeld naar oudere mensen eigenlijk. Vertel dan naar onze taal of zo. Boom! She said it all. Ik doe mijn ding, wie voor de jongens is of wie voor de meisjes is, die doen hun ding. Daar heb ik niks mee te maken, dat is hun keus. Leef en laat leven, dank u. Als je Holibis accepteert, accepteert je all of it. En ik ben echt beu dat al die debatten over hoofddoek ontstaan zijn. Want waarom discussiëren ze over wat er op mijn hoofd is? Ik zou ook graag een keer een kleedje aandoen. We are young and we're the fans.